Tussen Rijn en Wierike. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stolwijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. En we duiken in de geschiedenis van Bodegraven, want aan tafel zit Jan van Jaarsveld. Schrijver van een bijzonder boek en daar gaat u alles over horen. Hartelijk welkom. Van Jaarsveld, bent u altijd schrijver geweest? Nee, ik ben metaalbewerker. U bent metaalbewerker. Afgekeurd. Afgekeurd. Want dat is voor mij ook de oorsprong van het boek. Toch? Ja. U was metaalbewerker, u kreeg een ongeluk. Ja. En dan moet je wat anders. Ja. Dat is geen keuze, dat is noodzaak dan. Ja. Televisie word je gauw zat, hè? Ja, alleen maar kijken word je zat, hè? Ja. Ja. En wat bent u toen gaan doen? Ja, na een paar maanden ben ik feitelijk begonnen met de stamboom. Want in het begin ben je heel verdrietig waarschijnlijk? Ja, nee, dan, je had 24 uur was tekort en ineens heb je 24 uur over en die moet je wel vullen. Ja, de muren vliegen op je af. Ja. En dan denkt u, ik zoek een hobby. Ja, dat is ook vies. Zo dat gebeurt. Achteraf is alles logisch. Je begint je stamboom eruit te zoeken en dan... Want stamboom, u zegt alsof het iets heel gewoons is, maar u komt uit een hele grote familie, geloof ik, hè? Ja, uit een groot gezin kom ik al, maar dat gaat heel ver terug ook. Ja. Ja, 15, 20 ongeveer. Want het gezin waar u uitkomt telt, geloof ik, al... 18 kinderen. 18 kinderen. En dat geldt ook voor de generaties daarvoor? Dat het ja, mijn dat vader was er ook een van de 18. Uw moeder? 12. 12. Nou. Katholiek, hè? Grote gezinnen. Ja, het moest van de pastoor, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Maar dan heb je dus een enorme hoeveelheid informatie uit te zoeken. Want dan zijn stambomen, als dat zich naar beneden vertakt, worden dat gigantische aantallen. Ja. En daar bent u gewoon mee begonnen. Ja, je gaat gewoon verzamelen en dan gaat dat steeds verder. Ja, u zegt, je gaat gewoon verzamelen. Maar hoe gaat zoiets dan? Ja, hoe ben ik eraan begonnen? Op een gegeven moment had ik veel contact met Cor Amoen. En je zegt, ja, dan moet je eens naar Woerden gaan. Dat is een archief. Nou, daar ben ik dan één keer geweest. En dat had ik eigenlijk wel gezien. Ik denk, dat wordt niks voor Jan. Maar Jan vindt dat niet gezellig in het archief. Dus Cor zegt, ga nou nog een keer, dan help ik je even. Of die vrouw van het archief, die zal ik wel even zeggen. Cor werkte daar als vrijwilliger. Dus die hebben een wegwijs gemaakt en toen was hij verslaafd. Als je weet hoe het werkt, ben je verslaafd. Ja, en u vond het leuk. U kreeg daar weer levensvervulling mee ook, mag je dat zo zeggen? Ja, zeker wel. Ja. En dan ga je daar je familie van Jaarsveld en andere takken terugspinnen. Tot waar bent u gekomen? Ik ongeveer 15-20, maar die moet ik nog even bewijzen. Want? Bij mij is het pas sluitend als ik een archiefstuk heb. Uit de tijd waar het op staat. Ja, ja. Want het is bij een hoop is het gissen en dat is missen. Gissen is missen, meten is weten. Het zijn allemaal teksten, maar u wil het ook zeker weten. Maar 15-20, dat is best wel ver. Ja. Terug. Was dat dan een Van Jaarsveld of zijn dat andere vertakkingen? Is die naam al sindsdien in de familie, moet ik zeggen? Ja, anders geschreven, maar wel Jaarsveld. Ja, toen al. Want Jaarsveld loop ik, hè? Was de vraag, waar komt het spul vandaan? Ja. Dat komt inderdaad uit die regio. Ja. En wanneer is de familie afgedaald naar het mooie Bodegraven? Ja, dat ging allemaal... Er zit gewoon een lijn in. Er gaat een gedeelte IJsselstein. En daar zijn ze molenaar vanaf 1583 tot 1926. Op een watermolen. Oké. En vanuit IJsselstein gaan ze naar Gouden, Montfoort. Je ziet het gewoon. Met de jaren zie je... Met aantallen die u noemt, moet wel, hè? Ja, dat nee, maar... In die tijd ook wel. Ja. Maar dan zie je het gewoon verspreiden. Ja. En op een bepaald moment komt de familie in Bodegraven terecht. Dan komen we er in Bodegraven, Harmelen. Harmelen. Dan van Harmelen weer naar Bodegraven, Zwammerdam. Ja, ja, en dat geldt voor u, want u komt oorspronkelijk uit Zwammerdam, geloof ik. Daar bent u geboren, hè? Ik ben op Zwammerdam geboren. Ja, op Zwammerdam. Op Zwammerdam, vlak. Ja, het was zo heet dat. Het is de overtocht bij de Arkduif, maar het is Zwammerdam. In die tijd was het Zwammerdam. Ja. Ja, ja. En dat voelt u ook zo? Want bent u inmiddels wel Bodegraven? Oh, ik voel me ook, ik ben een Bodegraven, maar ik zeg altijd maar, ik ben Zwammerdammer. Ja, dat moet je gebruiken als het uitkomt, hè? Ja, ja. Dan heeft u de familie, heeft u uitgezocht. Dat vindt iedereen prachtig natuurlijk. Ja. En dan op een bepaald moment denkt u, daar ga ik mee verder. Want uiteindelijk moeten we naar het boek toe. Nou, dat ging even anders. Dat ging anders. Je wordt op een gegeven moment, in indexen zoek je de dingen bij elkaar en de data. Dat verwijst weer naar andere boeken en naar microfiches. Maar dat, op een gegeven moment word je er een beetje horendol van. Dan moet je even
wat anders gaan doen. Dus wat ging ik doen? Ik nam mijn broodje mee en een paar pillen extra voor de pijn erin. Want ik ging dan een dag. En dan ging ik smiddags gewoon bodegraven. Alles van bodegraven, maar een beetje kijken wat er allemaal zo. Je vond het gewoon leuk om dat te gaan doen? Ja. Oh ja. Ja. En zo gaat het dan? Nou, ik kwam natuurlijk, mijn vader was gemeentebode. En dan probeerde dingen te vinden van hem. Ik denk, dan ga je in andere archieven zitten. Ja, en dan kwam je via gemeentearchieven en dergelijke. En dan zie je andere dingen over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Je komt van alles tegen. En dan, ja, dat triggert en dan ben je verkocht. Ja, u vond het ook leuk? Ja, het is schitterend. Ja, ja. En dan is er nog steeds geen boek. Want op een bepaald moment moet het dan iets groeien. Ja. Toch? Dat je zegt van, ik ga het opschrijven. Nou, dat is zo de historische... Gaan we in de vlug? Nee. Leendert Spijker, die zou via Koos Kars had geld beschikbaar gesteld om een vereniging op te richten. Historische vereniging. Dus heb ik mij aangesloten en op een gegeven moment ga je bij elkaar zitten. En dan denk ik, ja, wat gaan we allemaal doen? Ja, dan moet er eentje toch wat zeggen van, we hadden een prachtboek van Kool Kars te kregen al aangeboden. Ja, maar dan moet je een keer verder, je moet plannen voor meer hebben, anders met een jaar dood. Anders heeft de vereniging geen doel. Dus ik zei de gek van, ik wil van de winkel wel een keer een boek maken. Ja, en dan moet je op een gegeven moment beginnen. Ja, A zeggen is B doen. Dat bedoel ik. Ja. En zo is dat gegaan. Ja. Dus dan, en dan is het een mooie winterdag, dan denk je, nou moet ik het ook maar gaan doen. Ja, en toen Leendert, die wist nogal veel van de winkeliers van Bodegraven, Leendert Spijker. Ja. Dus die zegt, zullen we het samen doen? Nou, dat was Kaasje. Dat is ook gezellig. Ja. Ja, hij kan een hoop aanlopen in de winkel, hij kent een hoop mensen. Ja. Dus we hebben een lijst gemaakt met vragen die we wilden hebben van die winkeliers. En zo is dat gaan groeien. Dat stuurde Leendert naar mij. Ik ging op internet alles nakijken en de dingen die ik uit het archief had. Ja. En van Cora Moen had en van Frits Vreken, dat is ook een belangrijke. Want ja, er is veel bewaard gebleven, hè, als je het maar opzoekt. Nou, mensen gaan ervan uit dat alles, met die oude stukken ook, dat verbrand is in 1670. Maar dat is of 1780, nee 1870. 1870, laatste jaartallen, hè, dat heb je. Ja. 1870, maar er is ook een heleboel bewaard gebleven, ja. wat je bijna niet weet. Ja. En zo ontstaat een beeld van allemaal bijzondere mensen. Was het, want daar gaan we uiteindelijk naartoe. Eerst hebben we dat winkelboek gemaakt. En dat, we is ook weer met Leendert Spijker. Ja. Het winkelboek was over de winkel het winkelbestand. Door de jaren heen. Ja. Moet hartstikke intrigerend zijn om dat te maken, want je ziet veel veranderingen. Ja, maar je krijgt ook van de mensen stukken die koopactes en dergelijke. En dan wil je toch helemaal die oorsprong weten. En dat is verslavende erin. Ja. En daar gaat de tijd dan in zitten, want je wilt goed neerzetten. Ja, en dat is gelukt. Ja, ik vind het redelijk gelukt. Ja, en hoe goed is dat boek verkocht? Dat was binnen 3 weken waren er 1000 weg. Kijk. En toen zijn er 500 bijgedrukt. En die waren... Ja, na een maand ook weer uitverkocht. Dus er zou weer een herdruk moeten komen. Er is nog steeds vraag naar, maar je moet een keer stoppen. Hè? Want ja, je moet die vraag houden, want als er geen vraag meer is, zit je een prijskaartje aan. Ja, dat is waar, hè? Want u verdient er niets aan, mag ik aannemen. Nee. Het is liefdewerk, oud papier. Ja. Ja. En hoeveel tijd besteedt u dan aan het boek van de winkeliers? Ja, daar zijn we ook 1 jaar of 3 mee bezig geweest. Gewoon. Het is een verhaal maken en dan... Alles erbij zoeken, controleren. Foto's zoeken, beeldmateriaal zoeken. Foto's van de mensen opknappen, want je krijgt foto's met scheuren en al natuurlijk. Ja. Photoshop heeft er veel gehanteerd waarschijnlijk. Heel veel. Ja, daar leer je ook weer van, hè? Dat is wel leuk. Ja, goed, tot 2002 wist ik niet wat een computer was. Nee, en nu bent u een meester op de computer. Ik kan me aardig redden, ja. Ja, dat is mooi. Goed, dat is het eerste boek. Dat kwam uit in... Anders Nog Iets heette dat. 2007. Ja. En dan in 2012 komt het volgende boek. Ja, dat was het boek van de molens. Dat van Rob Halkemade. Ja. En daarna van Maarten Molenaar nog over de oorlog. Ja, Maarten. En toen 1 jaartje niets. En toen waren wij... Toen was het uw beurt. Nou, we waren eigenlijk al klaar, maar toen zeiden ze van tja, geef er geen boek uit, omdat er nog andere verkocht moesten worden. Ja. Zodoende, we hadden de 80 en toen zijn we naar de 100 gegaan. Ja. We hebben er maar een paar bij... gemaakt. Ja. Gewoon bijzonder. Hoe dik is het boek geworden? 382 pagina's. Met bijzondere bodegravers. Hoeveel zijn gewone, er? Gewone bijzondere bodegravers. Nou, ik denk dat ieder mens bijzonder is als je het goede verhaal zoekt. Hè? Dus, je kent alle kanten op. Ja. 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 Maar hoeveel mensen staan erin? 100. 100. Ja. 100 mensen met mooie verhalen. En vindt u zelf dat dat een beeld geeft van de geschiedenis? Van tot waar gaat het terug? Ja, we zijn uitgegaan van mensen van rond 1920 geboren. Dat u rond die tijd. Het moesten mensen zijn die nog kunnen herkennen. Herkenbaar, ja. Ja. Ja.
niet de bodems uit 1670 teruggevonden. Nee, want daar vind je toch wel wat van terug. Ja. Maar het is juist het laatste stukje. Ja. De huidige geschiedenis die u heeft vastgelegd. Ja. En een beetje de mannen uit de straat, hè? Ja. Gewone mensen. Ja. Ja, wat zijn gewone mensen? Ja, wij gaan er dan vanuit wethouders en burgemeesters en houten metoten. Die staan toch wel ergens ingeschreven. Die vind je over 200 jaar en ook die naam terug. Maar mocht je dat willen. Van Pietje de Vuilnisboer niet zo snel, denk ik. Nee. Wat is het mooiste verhaal waar u op gestoken ja, bent? Ja, wat is mooi en wat is... Ja. En wat heeft u het meest aangesproken? Want u bent zelf groot geworden in deze gemeente. Ik vond van politie Pauw vond ik heel indrukwekkend. Want? Ja, goed, iedereen zag die man toch als een beetje een Norse man. En als je dan het verhaal leest wat hij meegemaakt heeft, dan was het een Norse man, maar er zat een verklaring achter. Daar zat wel een heel verhaal achter. Ja. Want hij was heel anders dan dat de mensen hem in de straat zouden beoordeeld hebben. Ja, ja, ja. En zo kom je dan tot 100 aparte mensen. En de laatste vond ik ook mooi. En dat was? Van Zwaneveld, die zat bij Hero B, de kaasvatenfabriek. Een handwerksman. En dat verhaal staat erin. En zo werk het volgens mij nog met collega's en dergelijke op het werk. Dat is gewoon een prachtverhaal. Ja, ja, daar geniet u van dat soort verhalen. Ja, recht voor zijn raap. Recht voor zijn raap, wat bedoelt u precies? Nou, gewoon zeggen zoals het is. Hè. Ja, ja, we hebben de taal wel een beetje aangepast. Maar dat was een heel mooi verhaal, vind ik. Ja, ja. Ja, een boek wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen. Maar de eerste editie was heel snel uitverkocht. Donderdagavond 18 oktober is het gepresenteerd en vrijdagsmiddags om 2 uur waren ze weg. Ja. 600 stuks. Dat is best goed, toch? Ja, dat is... Daar was u blij mee. Ik heb zitten knijpen, want dat geloofde ik helemaal niet. Nee. Nou, leuk. Hè? Ja. Zo hard gewerkt ervoor, ja. Dat is mooi. Dan komt er een nieuwe editie. Ja. En die krijgt een oplage van? Die weer 600. En verwacht u daar weer hetzelfde succes mee, of... Nou, die zijn bijna op. Dus het is geen vraag, het is gewoon al bijna verkocht. Ja. Ja, en stopt het nu? Of, ja, dan stoppen. Want 1200 is genoeg. Ja, dat is al erg veel. Gemiddeld zit je 500 boeken. Ja, het is... Maar wij hebben daar een bepaalde visie over hoe je dat doet en dat blijkbaar werkt. Blijkbaar werkt het. En wij is Leendert er nu? Leendert, ja. Ja, want ja. Het is echt een samenwerking. Nou verzamel je in zo'n periode waarschijnlijk verschrikkelijk veel materiaal. Ja. Komen er meer boeken? Ja, dit is nog niet mijn laatste kunstje. Maar... Nee, en waar zou het volgende boek eventueel over gaan? Ja, ik denk toch wel weer over mensen en allerlei verschillende onderwerpen. Maar de mens speelt daar wel een grote rol in, denk ik. Ja, 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 ja. Want dat verkoopt ook. Dat is ook leuk als je het dan toch maakt, dat het ook verkoopt. Ja, ik bedoel, er zitten hier ook grote gezinnen bij. En op die donderdagavond liepen mensen met stapels van 10 en 20 boeken weg. Ja. Want oma koopt er een van de kinderen, kleinkinderen. Kijk. Ja. Dus je moet een klein beetje rekening houden wat je in de boek zet. Dus u bent eigenlijk tegenwoordig schrijver, mogen we zeggen. Toch? Nou, nee hoor. Ach, wel. Gewoon lekker simpel opschrijven en ja goed. Ja. Ja. En Leende denkt er ook zo over. Dat boek dat verkoopt zo. Horen gewoon van iedereen van... het leest zo lekker makkelijk weg. Ja. Maar ja, goed. Ja. Hartstikke leuk. Dank u wel voor het verhaal. Indrukwekkend. Graag gedaan. Fijn dat u hier wilde zijn. Wat u ook volgende keer schrijft, wij gaan het volgen. Ja, dank u wel. U bedankt voor het kijken. En wij zijn volgende week terug met Tussen Rijn en Wiedeke. Tot ziens. Wie zijn er de volgende keer te gast in Tussen Rijn en Wiedeke? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wiedeke bij TV Bodegraven.